De Q-Riders hebben vandaag internationale voorleesdag voorgelezen voor kinderen van de W. Ritveldschool. De Nationale Voorlees- en Verteldag is een speciale dag waarop elk jaar bijzondere personen naar de verschillende scholen gaan. Chiquita Sylvester Wiebers, schoolleider van de W. Ritveldschool, zegt dat zij dit jaar hebben gekozen voor de Q-Riders, een motorclub van stoere mannen en vrouwen. Vorig jaar waren het geestelijke leiders en het jaar daarvoor artiesten. Sylvester geeft verder aan dat de kinderen het super vonden en blij waren dat de Q-Riders hebben voorgelezen. De schoolleider wijst erop dat lezen altijd belangrijk is. Dat weten de kinderen ook en we moeten ze stimuleren om zelf een boek te lezen of voor anderen voor te lezen. Aldus Chiquita Sylvester, schoolleider van de W. Ritveldschool, vandaag tijdens de Nationale Voorleesdag. De Q-Riders, die hebben voorgelezen, hebben aan het eind een kleine show gegeven.